President Desiree Bouterse heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan de dorpen Marshallkreek, Klaaskreek en Driepada in het district Brokopondo. Het staatshoofd heeft tijdens zijn bezoek van gedachten gewisseld met de plaatselijke bewoners. De bevolking van Klaaskreek gaf het staatshoofd te kennen dat ze graag aan kippen- en varkensteelt wil doen. De president hield hen voor dat gekeken moet worden naar werkgelegenheid in andere sectoren dan alleen de goudsector. Hij beloofde de bewoners ook dat er trainingen zullen komen om het gebied naar grotere hoogten te tillen. Tijdens zijn bezoek aan het dorp Driepada deed de president de toezegging dat het waterprobleem wordt opgelost, het sportveld in orde wordt gemaakt en de leslokalen worden afgebouwd. De plaatselijke bewoners hebben hun bezorgdheid ook geuit over de uitgifte van een concessie voor goudwinning aan een bedrijf. De bewoners vrezen voor problemen daar het dorp binnen het concessiegebied ligt. Het staatshoofd heeft verzekerd dat het dorp zich hierover geen zorgen hoeft te maken.